Zijn er in het Westen nu überhaupt nog heksen? Is er überhaupt nog traditionele zorg? Is er überhaupt nog voodoo? Nou, dat in de middeleeuwen, zeg maar tussen 1100 en 1700, alle roodharige vrouwen die verdacht werden van hekserij, en dat waren de miljoenen, levend de brandstapel opgingen door de inquisitie, omdat het heksen waren. Deze mensen spreken Luganda. Ze zijn van de stam uit Luganda, hart van Luganda. Oké, wat is belangrijk? Nu focus op hoe kindofferingen te transformeren in handel. Dat gaat in deze film aan de orde komen. Oké, wat dat zien. Ja. Still. Ah, you look in his mind. Ah, exactly. You like it. Someone caught more than she. Stand by, silent. Accepteert een wereld voedsel als een religie, indien er geen menselijke offeringen meer plaatsvinden.